Enfin, hij is er weer, de beruchte rijkenlijst Quote 500. Die is met veel bombarie gepresenteerd op de inmiddels befaamde loungeparty. Pronken met rijkdom. Dat is waar het traditioneel om draait bij de lancering van de jaarlijkse Quote 500. Dit jaar zijn de 500 rijkste Nederlanders gezamenlijk goed voor naar schatting ruim 91 miljard euro. Of dat die cijfers uit de Quote 500 altijd kloppen, dat is de vraag. Maar één ding is zeker. Iedereen in de lijst kan zich niet alleen verheugen op de aandacht van behoeftige investeerders en goede doelen, maar zeker ook op die van potentiële huwelijkspartners. Wat is belangrijker? Een heel goed gevulde portemonnee of een heel groot hart? Wat denk je? Ja, dat is toch wel geestig, hè? Dat is tenminste eerlijk, ja. De lijst wordt niet alleen gebruikt om te kijken hoe het met de rijken in ons land gesteld is, maar het is ook de bijbel voor grote groepen vrouwen, de gold diggers. Ik praat erover met ervaringsdeskundige Iris van Lunenburg en bioloog Patrick van Veen. Ja, Iris, voor de duidelijkheid, ervaringsdeskundige in die zin dat je in de wereld gedoken bent. Want je bent zelf geen golddigger? Ik ben zelf geen golddigger, nee, klopt. Nee, ik ben een columnist, dus ik schrijf elke maand over de golddiggers en de mannen die van ze houden. Ja. Dus ik heb lekker daar rondgekeken en ja. Maar je deed het niet zomaar. Het is volgens mij je eigen initiatief geweest om dit te gaan doen. Je deed ooit een society-rubriek voor het Parool. En wat viel jou op? Waarom is het zo'n fascinerend fenomeen voor jou? Nou, ik deed inderdaad de eerste society-rubriek bij het Parool. En dan kom je op allemaal verschillende feesten. En wat mij dan opviel was dat je dan een man had die dan iets ouder was, om het heel netjes zo te zeggen. Iets meer uitgezakt. En, en dat er dan zo'n mooie, vaak jonge vrouw omheen danste en als een soort van tijger om de prooi heen. Dacht, dit is toch zo fascinerend. En ook wel heel erg, je zag wel een verschil in machtsverhoudingen. Dacht van, hoe kan dit? Dit is 2015, wat is hier aan de hand? Ja, en toen dacht ik, ik ga hier... Je was zelfs ook een beetje verbaasd. Je dacht, hoe kan dit bestaan? Ja, ik was wel echt verbaasd, want tegenwoordig, vrouwen kunnen gewoon alles natuurlijk. Erger die aan die vrouwen ook, of niet? Nou, nee, dat is het niet. Het is niet een oordeel. Ook als je mijn columns leest, ook wel vol zelfspot. Dus het is natuurlijk wel heel makkelijk om iedereen maar weg te zetten als golddigger. Ik bedoel, mannen hebben er ook wat aan dat ze zo'n leuke vrouw naast zich hebben. Dus, een toffievrouw? Een toffiewife inderdaad. Ja, dus ik erger me niet aan, dat niet. Nee. Patrick, als je dit hoort, hè, je bent bioloog, je hebt hier ook een boek over geschreven, je weet hier alles van. Nou, door Iris mooi omschreven, dit klinkt wel een beetje een soort apengedrag. Is het één op één vergelijkbaar? Het is werkelijk apengedrag, maak je geen zorgen. Nee, je zegt al, het is 2015, maar wat je ziet is gewoon heel erg oergedrag. En het is ook wel begrijpbaar, want een vrouw heeft eigenlijk twee belangen als ze een man zoekt. Eén belang is goede genen, en ze wil goed nageslacht, dat is een oerdrift. Maar het andere is dat ze uiteindelijk zorg wil. Ze wil gewoon verzorgd worden door die man. En dat zijn gewoon twee oerdriften die heel belangrijk zijn. Alleen het mooie is, dat hoeft niet verenigd te zijn in één en dezelfde man. Dat vinden wij cultureel tegenwoordig wel heel erg verantwoord onder één man. Maar biologisch gezien hoeft dat helemaal niet. Dat zien we bij apen ook. Er zijn apen die paren met de ene man voor de goede genen en voor de andere man omdat hij heel sterk is en heel veel te bieden heeft in de zorg. En er is een groep vrouwen die misschien daar een klein beetje in doorslaat, maar je maakt een heel belangrijke opmerking. En is namelijk, dat zijn hele mooie jonge vrouwen. En dat is wel heel cruciaal. Die vrouwen moeten ook iets te bieden hebben voor die man met dat geld. En dat vindt dan uiteindelijk een match. Daar zitten ze. Het moeten wel mooie jonge vrouwen zijn. Hè? Gewone jonge vrouwen die kunnen het gewoon schudden. Of laat staan gewone vrouwen op leeftijd. Het klinkt echt keihard. Maar het is eigenlijk ook een waarheid. Dat zeg maar, die vrouwen moeten uiteindelijk iets voor die man te bieden hebben. En die mannen hebben dan toch een soort luxe van, dus zij kunnen een vrouw... Als Iris daar rondloopt, die loopt er dan rond als journalist, maar het is ook een mooie jonge vrouw, weet je. Dus dat wordt wel lastig voor die mannen dan, om het onderscheid te maken. Heb je dat eens gemerkt, dat ze ook pogingen bij jou ondernemen? Nou, dat is inderdaad wel eens gebeurd, want ik was vorig jaar, toen werkte ik niet bij Quote, toen was ik op het lanceringsfeestje van de Quote 500, dat filmpje wat we net zagen, en toen was inderdaad heel vaak de zin, jij zou echt een goede miljonairsvrouw kunnen zijn. Vaak gehoord. Dus toen dacht ik, blijkbaar is er toch iets aan mijn uiterlijk wat niet helemaal, niet helemaal goed is. Jij hoorde dat voor het eerst. Je dacht, je gaat nog eens in de spiegel kijken. Je denkt, we hebben ze het al. Ja, dat dacht ik inderdaad. Blijkbaar moet ik toch wat serieuzer of zo uitzien dan. Nou, laten we kijken naar de golddiggers. We kennen het fenomeen een beetje, maar toch even een leuk filmpje. Volgens de dikke Van Dalen is een golddigger een persoon die erop uit is om met een rijke en machtige partner te trouwen. Al geeft de gemiddelde golddigger dat natuurlijk nooit toe.
Vaak zijn het vrouwen, maar ook mannen kunnen er wat van. Wat te denken van deze burger Alfonso Caravantes, die in 2011 trouwde met de hoogbejaarde, maar ook zeer vermogende hertogin van Alba. In eigen land wordt journalist Pieter Storms er vaak van beticht om in meer dan alleen de liefde van multimiljonaire Nina Brink geïnteresseerd te zijn. Bij vrouwelijke golddiggers denkt de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk meteen aan Tatjana Simic, die met worstenkoning Lex van Hessen waarschijnlijk geheel toevallig haar derde quote 500 miljonair op rij aan de haak sloeg. En ook de relatie van de 31-jarige zangeres Hint met de 56-jarige superinvesteerder en miljardair Marcel Boekhoorn wordt met scepsis bekeken. Al is Hint volkomen onschuldig als je haar vergelijkt met Anna Nicole Smith. Deze Amerikaanse playmate trouwde in 1994 op 26-jarige leeftijd de 89-jarige miljardair J. Howard Marshall. Hij overleed een jaar later. Maar helaas voor Anna kreeg ze geen cent uit de erfenis. Ja, Peter, en als je dit ziet, zullen veel mensen die kijken nu misschien ook denken, of vrouwen vooral, ja, maar zo'n vrouw ben ik niet, dus een bepaald type vrouw altijd. Of kan het, is het, als je echt eerlijk bent, geldt het dan voor bijna alle vrouwen? Nou, het basisprincipe, de oerdrift zit in alle vrouwen. Maar zeg maar, er is een klein percentage vrouwen die daar enigszins doorslaat, zou je kunnen zeggen. Ja. Zeg maar, vrouwen vinden het belangrijk in de oerdrift dat een man voor die vrouw kan zorgen. Daarom zit het er bijna allemaal in. Maar wat moet je dan doen om dat tegen te gaan? Nou ja, je hoeft er niet zo heel erg veel voor te doen. In het normale systeem, zou ik bijna zeggen, hebben wij een soort rem erop zitten. Wat wij doen in partnerselectie, is dat wij een soort inschatting maken. Is die partner potentieel, zeg maar, ook wel binnen mijn league? Kan ik die partner uiteindelijk verwerven? Dus wat wij doen, we kunnen iemand heel erg knap vinden. Maar als ik zelf heel erg lelijk ben, ga ik toch een iets lelijker persoon zoeken. Dat is eigenlijk dezelfde soort positie. Als je dan heel lelijk bent en heel oud en uitgezakt, maar je hebt heel veel geld. Dan heb je echt de compensatie. Ja, het grappige is, het is overigens niet alleen met geld. Een bekend voorbeeld was natuurlijk Picasso. Overigens was hij op het einde ook wel redelijk vermogend. Ja. Maar het kan ook zijn dat je op een andere manier iets te bieden hebt voor die vrouw. En bijvoorbeeld kunstenaars hoeven niet altijd heel erg vermogend te zijn, maar zijn toch heel erg aantrekkelijk. Als vrouwen dan zeggen, het is een interessante man. En daar bedoelen ze mee, dat is echt een partij. Ja. Om wat voor reden ook. Ja, en het grappige is dat als jij als man heel erg rijk bent, dan heb je iets toe te voegen. Maar we weten ook dat er het fenomeen is als je eigenlijk bijna straatarm bent, maar toch iets extra's hebt, bijvoorbeeld een kunstenaar, wat jij noemt, dat is een interessante man. Ook dat maakt een man uiteindelijk voor vrouwen heel erg. Maar dan zie je toch dat Iris zegt, die wil zich nadrukkelijk onderscheiden. Ik ben journalist en ik heb dat niet in mij. Is ze dan te correct door dit te zeggen? Bedoelt ze eigenlijk, want je mag even voor haar spreken. Ik ben heel benieuwd wat je denkt. Ja. Dat ik nee, denk. Ik denk dat Iris het ook in zich heeft. Dat is in die zin, ja, maak je geen zorgen. Nee. Wat heel veel vrouwen in zich hebben, is dat ze belangrijk vinden dat die man een stukje zorg voor hun kunnen dragen. Maar een stukje zorg voor dragen is ook bijvoorbeeld als wij twee gaan uit eten, dat ik de rekening betaal. En dat doe ik op een manier dat jij het niet eens in de gaten hebt, dat die rekening inmiddels is betaald. Dat gaat zelfs zover dat ik, als ik de deur voor jou openhoud, dan kan het een vrouw uiteindelijk prikkelen. Dat zijn hele kleine dingen. En voor heel veel vrouwen. Het klinkt wel heel ouderwets, moet ik zeggen. Ja. Ja, het klinkt heel erg in dat je een man nodig om voor je te zorgen en inderdaad de rekening moet laten. Vind ik wel heel erg van 23 jaar geleden of zo. Ja, maar realiseer je hoe wij mensen in elkaar zitten, hè? Onze genen, onze oerinstinct, is natuurlijk honderdduizenden jaren gevormd. En zoals je terecht zegt, de laatste 20 jaar zijn we cultureel daar andere keuzes in gaan maken. Ja. Maar je moet je ook voorstellen dat in 60-70% van de hele wereld zijn dat soort zaken nog steeds ontzettend belangrijk. Daar is het ook ontzettend belangrijk dat als een vrouw een partner kiest, dat ze wel een partner kiest die ook voor haar en haar nageslacht kan zorgen. Nou komt het omgekeerde ook al voor, hè? Dat zagen we net in het filmpje ook. Af en toe ben jij zo vaak tegengekomen. Die wat jongere mannen met hele oude vrouwen? Nou, helaas nog niet. Want ik dacht inderdaad ook, toen ik begon hier aan dit project, of aan dit antropologisch onderzoek, zou ik het bijna willen noemen. Toen dacht ik, dit zou wel leuk zijn om dan inderdaad andere vormen daarvan te vinden. Of dat ik ineens helemaal iets heel anders tegenkom. Maar ik ben ze nog niet tegengekomen. De echt jongere mannen met de wat rijpere vrouwen. Ook allemaal verklaarbaar? Ik kan je al een klein beetje helpen. De statistiek liegt niet zo, vind ik altijd. Maar statistisch is het
het ook correct wat je zegt, zeg maar. Het is eigenlijk zo dat dat ongeveer 10% van alle huwelijken die in Nederland worden gesloten, daar is de man meer dan 10 jaar ouder dan een vrouw. Dat is maar in 1% omgekeerd. Dus zeg maar, de kans dat je dat gaat vinden is heel erg gering. Biologisch hebben we daar ook geen noodzaak toe. Voor een man Iris heeft het steeds wel over tweede. Het is nu 2015, dat begrijp ik al een beetje. Ja. Denk je, zit er dan helemaal geen ontwikkeling in? Nee. Blijft het altijd? Is het nu eenmaal zo? Dit is zo'n oerinstinct dat het nooit verandert. Nou, ik denk dat dat wel heel erg langzaam aan veranderen is. Alleen, wij zitten in dat systeem van 2015. Maar zoals ik zei, realiseer je, in de wereld is dat nog steeds een heel belangrijk gegeven. Het is bijna een luxe positie die wij in het Westen hebben, die wij in rijke landen hebben, dat vrouwen zeggen, ja, maar wacht even, wij gaan een stap verder, we wijken daarvan af. In heel veel landen in de wereld is voor de vrouwen nog steeds geen luxe om te zeggen van, ja, weet je, daar gaan een vette prooi, laat ik die maar lopen, want ja, weet je, ik kom voor mezelf op.